Hallo en welkom bij deze videotutorial over Photosynth. Ik ga je in deze video kort uitleggen hoe je een soort van 3D-foto maakt. We gaan er namelijk eentje maken waarin je kan rondlopen. Je doet dat met Photosynth van op de website photosynth.net. En ik zal meteen laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Op de site wordt automatisch je Photosynth opgeladen. En zoals je ziet hebben andere mensen ook al Photosynths gemaakt van bijvoorbeeld Antwerpen. Je zal Silverlight nodig hebben om zoiets aan de praat te krijgen. En zoals je ziet zijn dat heel veel foto's en daarin kan je naar hartelust ronddwalen. Om zelf zo eentje te maken beginnen we natuurlijk met het maken van een account op Create Account. En omdat dit Microsoft is, kan je gewoon met je Windows Live ID inloggen. Als je er nog geen hebt, zal je er hier beneden eentje moeten aanmaken. Ik ga gewoon inloggen. En dan is het nog een kwestie van mezelf een naam te geven. Eventueel een beschrijving en dan hier op de grote knop Create Account te klikken. Zo. Om er nu zelf eentje te maken, klik je hier bovenop Upload. En dan zullen we nog software moeten installeren. Je ziet hieronder de knop Install Photosynth. Daar klik je op en dan sla je het bestandje op. Eens dat bestand is gedownload, moet je er gewoon op dubbelklikken. En dan ga je door de installatieprocedure. Het is een kwestie van de hele tijd op Next klikken en de licentievoorwaarden accepteren. Install en dan moeten we weer even wachten. Finish om af te sluiten. En nu krijg je normaal gezien een Photosynth-icoontje te zien. Daarop kan je dubbelklikken en dan beginnen we aan de Photosynth. Nog eens inloggen. En zo ziet het uiteindelijke toeltje eruit. Zoals je ziet gaan we hierboven foto's toevoegen. Ik heb die al handigerwijze in een mapje gezet, allemaal samen. Je moet die gewoon aanklikken en dan op open duwen. En zoals je ziet gaat dat allemaal vrij snel. Ik ga mijn synth een naam geven. En ik vind die thumbnail niet echt veelzeggend, dus die ga ik ook nog even veranderen. Je moet gewoon weer eentje selecteren. Use selected photo. En je ziet dat die thumbnail verandert. Ik ga zorgen dat mensen mijn synth ook makkelijker vinden. Dus ik ga hem enkele tags meegeven. Als je nog allerlei beschrijvingen wil geven, kan je dat hier ook nog doen. Hieronder zie je de visibility, dat is de zichtbaarheid van je uiteindelijke synth. Zoals je weet gaat die op de site komen. Public betekent dat iedereen hem kan zien. Je kan die ook nog unlisted zetten. Dat betekent dat iemand de link van jou moet krijgen. De rights ga ik jezelf laten uitvissen. Het komt er eigenlijk op neer dat ik gewoon de default rights ga gebruiken of rechten. Heb je nu nog dubbels, zoals ik hier, dan kan je die ook nog met een simpele klik weghalen. Hieronder zie je nog dat Photosynth geotags rechtstreeks uit foto's kan nemen. Dat gaat er natuurlijk wel vooruit dat je zo'n chique camera hebt die zelf al tags aan je foto's hangt. Ik heb dat niet, dus voor mij doet het er allemaal niet toe. Op Synth klikken en dan wacht je enkele minuten tot de synth helemaal gegenereerd is. Mijn Photosynth is gegenereerd, dus ik ga hem eens bekijken met View. Dan opent de website terug. En hier zie je de kathedraal van Antwerpen. En de Photosynth die ik net gemaakt heb, waarin je kan ronddwalen. Wat je hier op de site nu nog
kan aanpassen is de titel en de beschrijving die je daarnet eventueel al toegevoegd hebt. Wat ik nog wel wil doen is een manuele geotag toevoegen. Je kan namelijk jouw synths op een kaartje zetten. Die mensen die op de website komen, zullen dan ook op dat kaartje kunnen zoeken naar plekken. En omdat ik toch een beetje de toeristische gids wil uithangen, ga ik hem hier al zetten. Onze Lieve Vrouwenkathedraal. Mijn fotosynth is van hier ergens gemaakt. Je moet gewoon die pin daar naartoe slepen. En opslaan. Wat ik nu nog wil doen is een bladwijzer toevoegen. Zoals je ziet zijn er heel veel foto's. En als je een bepaald detail een eigen plaatsje wil geven, dan kan je dat met de highlights doen. Je klikt hier op New Highlight. En je zet dan dat kadertje een beetje juist. Zo. Je geeft je highlight een titel. Ik wil deze beelden makkelijk te vinden maken. Ik weer op Add klikken. En Save. En zoals je ziet hebben ze nu hier een soort automatische link. En hier is onze geweldige beeldengroep. Dat is het belangrijkste dat je voor deze fotosynths moet weten. Ik laat de rest aan jouw creativiteit over. Succes ermee!